Zo, goedenavond dames en heren. Hallo. Motorkleding, een veelbesproken topic. In de zomer zie je dus mensen zonder handschoenen rijden, met een korte broek, met de slippertjes, met een t-shirtje. Met alleen een helm op, basically. Want dat is verplicht, meer niet. En de grap is dat het 9 van de 10 keer ook gewoon goed gaat. De meesten die komen gewoon heel huids thuis en denken, ach, zie je wel, heerlijk. Lekker gereden op in mijn korte broekje en het was maar even een kort ritje over de dijk. Ja, ik kan u vertellen, ik doe het niet. Maar ook ik heb gezondigd. Ik was afgelopen maand was ik in Frankrijk. En daar was ik even een paar dagjes aan het rijden. En in die rit, op een gegeven moment was mijn achterband versleten. Die was al een heel in het heen. Dus nou, ik naar de Honda, de plaatselijke Honda dealer. Achterband vervangen, voorbandje ook maar gelijk meegenomen. Die was ook al een hele tijd heen. En hing daar dus een body protector. Dat is dus bescherming op alle plaatsen. Dus ik heb nu een borstplaat, een rugprotector die vele malen langer is dan de originele in mijn jas. Ik heb schouders, ik heb vanaf de elleboog tot bijna mijn onderarmen heb ik helemaal beschermd. Maar er zit een soort, er zit een nieuwe gordel bij trouwens. Maar er zit een soort, soort netje omheen. Ik zal er een foto bij zetten die ik genomen heb vanaf de rug in ieder geval. Daar heb ik geen jas overheen gedragen, want ik had met koelvest en doorwaaijas had ik het nog steeds bloed heet. En toen kwam ik die bodyprotector tegen, die was in de aanbieding, het was ook de laatste. Hij zit ook snaarstrak, het is echt niet, ik had hem eigenlijk een maatje groter moeten hebben, maar goed, ik heb de plannen om wat af te vallen, de plannen. Dat heb ik al een paar jaar. Ik heb ermee gereden. En de eerste rit, de eerste meters. Ik rij weg. En je voelt gewoon de wind zo over je armen en over je lichaam heen. En oh, wat was dat een opluchting. Echt enorm. En ik voelde me nog enigszins veilig met die bodyprotector. Kijk, ga je glijden en glij je verkeerd, dan schraap je die draadjes open en ben je alsnog te sjaak. Maar ja, dat klopt. Maar goed, comfort versus veiligheid. Het blijft een dilemma. Nu is het inmiddels redelijk afgekoeld. Het is nu een heerlijke 21 graden. Dit is voor mij fantastisch motorweer. De wind zou een beetje minder mogen. Maar goed, weet je, daar hoor je me niet over. Daar hoor je me echt niet over. Dit is voor mij heerlijk weer. Ik heb gewoon weer een jasje aan, mijn handschoentjes, mijn dingetjes. Handschoen heb ik trouwens altijd aan. Dit rijdt gewoon super relaxed. Maar ik heb nog steeds die bodyprotector aan. Het voelt zo prettig, zo comfortabel. En het geeft me misschien een vals stukje veiligheid. Maar het geeft me wel het gevoel van veiligheid. Zeker ook die borstplaat. Als je een klap krijgt, wordt het in ieder geval verdeeld door de plaat. En krijg je ribben en longen een minder grote klap. Ik zou niet zeggen geen, want dat hoor je me echt niet zeggen. Maar een minder grote klap. En als dat net hetgeen is wat je leven kan redden, oké, selfie. Het kost me 5 minuten meer tijd om aan te kleden, want in de jas had je natuurlijk gewoon je bescherming. En nu moet je echt even dat ding aantrekken. En omdat het zo'n soort net kousachtig iets is, het is niet het meest handige om aan te trekken. Maar aan de andere kant, wat het me geeft aan gevoel en aan zomers ook aan het gevoel van veiligheid en ook aan comfort, denk ik, ik vind het nog niet eens zo slecht. En ik wou het even met jullie delen. Het is van, hoe ga ik dat nou uitspreken? Dianese of zoiets? Dianese? D-A-I-N-E-S-S-E? Of S-E? Dat weet ik even niet meer. Als ik achter het type kan komen, dan zal ik dat er nog even bijzetten. Maar ik vind het in ieder geval een uitkomst. Complete bodyprotector met borstplaat, rugplaat, schouder- en rugbescherming enzovoort. Onderarmen, alles zit erop en eraan. En ik ben er echt helemaal weg van. Goed, nou, dit was even een kort filmpje. Ik wens iedereen veel plezier bij het nieuwe schooljaar. En de bouwvak zal voor de meeste ook wel weer voorbij zijn tegen de tijd dat ik dit heb gemonteerd. Dus allen een hele fijne dag verder. En we spreken elkaar gauw wel weer.